Fast and Flirt. Ja, normaal gesproken betalen mensen bakken met geld om een coaching sessie van deze man te krijgen. Deze versiercoach Tim Veninga van versiercoach.nl. Maar hier op 538 krijg je het gewoon gratis. Hoppa! Je vragen kon je hier sturen via gertjan@538.nl of via de vernieuwde 538-app. Behoorlijk wat vragen zijn binnengekomen. Ik heb er even twee uitgekozen. Ja, ik zal het er even stellen aan, Tim. Wat hangt inmiddels al? Tim, goedenavond. Goedenavond, hoe is ie? Ja, hier gaat het lekker. Hoe is het met jou verder? Ja, met mij gaat het goed. Goed weekend gehad? Ik heb een heel goed weekend gehad. Heel braaf en keurig met mijn vriendinnetje bij de familie op een boerderij zonder wifi doorgebracht. Dus dat was wel heel spannend, maar ik heb het overleefd. Maar met familie erbij ook? Met familie erbij. Maar vind je dat niet verwarrend dat je elke keer met een andere vriendin aankomt, zeg? Oh, nee hoor, ik kom bij mijn andere vriendinnen kom ik thuis. En ik neem ook wel mijn vriendinnen mee naar mijn familie toe. Ja, die zijn dat inmiddels wel een beetje gewend. Ongelooflijk. Echt, ik ga het bij mijn ouders moeten proberen, joh. Die worden helemaal gek. ik weet het. Ik denk dat mijn ouders al lang een beetje hebben opgegeven. Zo van, oké, ja, zo is hij nou eenmaal. Ja, precies. Dat is het ook. En ze blijven toch van je houden. Dus ja, dan heb je die gekke oom op de verjaardag die altijd dronken is. Van de eerste paar keer irriteer je eraan, maar op een gegeven moment dan is het gewoon zoals het is. Dat is ook zo, ja. Hey Tim, jij weet alles van versieren. Jij op elke vraag, elke versiervraag heb jij wel een antwoord. En daarom heb ik weer twee vragen binnengekregen speciaal voor jou. En hopelijk heb jij daar goed antwoord op. De eerste die komt van Daan, die stuurt... Hey Tim, in de sportschool is er een meisje dat haar sessie sport doet op de step-ups. En dat is zo'n apparaat waar het lijkt alsof je trappen oploopt. Ik heb geen idee hoe ik haar moet aanspreken, laat staan versieren als zij zo geconcentreerd bezig is. Heb je tips? Groeten Daan. Ja, helder. Dus hij... Zien een vrouw veel op het stepapparaat staan? Nou, dat moet je sowieso altijd aanmoedigen natuurlijk. Absoluut. Ja, want sport is alleen maar goed en hij wil haar aanspreken. Nou, ja. Dus ten eerste, op het moment dat ze zo fanatiek aan het sporten is, zou ik haar absoluut niet aanspreken. Oké. Okay. Ik bedoel, als ze buiten adem is, hoe wil je dan een gesprek voeren? En er zijn gewoon bepaalde momenten waarop het niet gepast is om iemand aan te spreken. Dus net zoals dat je... Ik zou vragen, hoe moet ik iemand op een begrafenis aanspreken? Ja, dat kan je beter gewoon niet doen. Nee, ongepast. Maar het goede nieuws, en dat hoop ik althans voor haar, is dat ze op een bepaald moment wel van het stepapparaat afkomt. Ja, dat zal wel, ja. En dat is een goed moment om toe te slaan. Zeker in een sportschool. Nou, ik zou heel casual beginnen door gewoon een simpele vraag te stellen als van... Wauw, je bent zo fanatiek aan het sporten. Iedere keer als je komt... ben je op het stepapparaat aan het staan. En dan zal ze wel een reactie geven, zoals van... ja, ik weet niet, ik vind het gewoon leuk, of whatever. Dan geef je haar een beetje een reactie van... oh, en wat is dan de reden van dat je altijd zo fanatiek aan het sporten bent? Dan ben je misschien een model of een actrice... dat je er gewoon mooi uit moet zien? Of hou je gewoon heel erg van trappen open? Vertel. Ik vind het toch wel een beetje makkelijke reacties. In de zin van, dat het een beetje doorzichtig is... dat je er makkelijk aan het versieren bent. Oh ja, maar als je juist wil verbergen dat je haar aan het versieren bent, dan werk je jezelf juist veel verder in het probleem. Oké. Je kan natuurlijk proberen om het op een hele omslachtige, ingewikkelde manier te doen. Maar ik zou het juist niet doen. Het is net als dat, ik bedoel, als je een man in de sportschool tegenkomt die altijd fanatiek aan het sporten is, kan je ook zeggen, hey, ben je fanatiek bezig? En gewoon een praatje maken zonder dat het heel maf is. Gewoon zeggen, joh, heel lekker bezig. Ja, en dan de gasten gewoon even een waterstand te drinken of zoiets. Dat is een moment dat ze even niks doet. En als je een vrouw probeert te versieren, ze heeft niet door dat je aan het versieren bent, dan ben je echt fout bezig. Oké. Ja, dus gewoon lekker aanspreken als ze eventjes niks aan te doen en dan komt het helemaal goed. Er komt nog een vraag van Rashid binnen. Die zegt, yo Tim, bij vraag waar ligt de grens tussen daten voor one night stand en daten voor een relatie? Oftewel, welke tips kun je geven om duidelijk onderscheid te maken tussen daten voor het plezier en daten voor serious business als een relatie? Goed, Rashid. Nou, ik zou in eerste instantie altijd gaan voor daten voor het plezier. Ja. En ik zou daar nooit een onderscheid in maken of iemand relatiemateriaal is, ja of nee. Ik vraag me alleen een beetje af ergens of Rashid niet stiekem vraagt hoe kan ik seks hebben met een vrouw zonder dat ze begint te zeuren over een relatie. Maar daar neigt het wel een beetje naar, hè? Ja. Het heeft er wel een klein luchtje van. Maar in het algemeen zou ik nooit proberen om te besluiten van tevoren of een vrouw relatiemateriaal is, ja of nee. Ik zou er altijd van uitgaan of ze altijd behandelen alsof ze de liefde van mijn leven is. Daarop gokken, want misschien is ze dat wel. En, ja. Ik bedoel, jij weet net zo goed als ik. De eerste 5 keer dat je met een vrouw date, dan zie je een totaal andere vrouw dan de vrouw waar je na een jaar mee in een relatie zit. Dat is absoluut waar, ja.
Maar wat eigenlijk, wat mij ook wel mijn mening is, is dat je eigenlijk gewoon aan het begin gewoon altijd voor, niet zozeer voor een relatie moet daten, maar gewoon voor een gezellige avond. En weet je, als er dan uiteindelijk iets leuks uitkomt, dat je dan kan het altijd nog. Maar je gaat niet met iemand daten in de zin van, oh, dat is de liefde van mijn leven, vind ik. Nee, als je daar een verschil gaat maken, dan... Bedoel, ten eerste zijn mensen ontzettend slecht in inschatten wie er geschikt voor hen is. Bedoel, kijk naar de scheidingscijfers. We denken dat we heel goed zijn in inschatten wie onze juiste partner is, maar dat zijn we niet. Nee. En als jij dan gaat denken naar, aan het begin van de eerste date er al een plan voor gaat trekken over hoe die toekomst eruit gaat zien. Ja, tenzij je een waarzegger bent, zou ik er altijd van uitgaan dat die persoon leuk is. En wat je zegt, ga gewoon een leuke avond hebben van... Zorg dat het date zelfs zonder haar leuk zou zijn. Ja. En nou ben ik niet zo van, je moet er niks van verwachten. Ik vind dat je als man toch op zijn minst in ieder geval moet proberen haar uit de kleren te krijgen. Dat nou, absoluut. Ja, nee, anders ben je geen echte man. Vind ik ook hoor. Hey, en, ik bedoel, ja, ik vind seks kan ook heel goed bijdragen aan een hele leuke avond. Nou, maar dat is het ook zeker. En kijk, als je ook, dat vind ik in ieder geval, als je de eerste avond met iemand gelijk al seks hebt, dat betekent niet dat, dat het ook een one-night stand is. Want, weet je, ik heb, kijk, bijvoorbeeld mijn vorige relatie, dat is eigenlijk een beetje voortgekomen uit, nou ja, gewoon de eerste avond seks hebben. Ik denk dat het, absoluut, als je sowieso relaties net zo goed voort kunnen komen uit een one-night stand, ja, dan uit een date. En, het is een beetje zo'n slijmerig zinnetje van gepassioneerde relatie. Ik begin altijd gepassioneerd, maar er zit wel een kern van waarheid in. Absoluut. Dus eigenlijk de tip voor Rashid is dus, ja, weet je, die twee verschillen moet je niet zo serieus nemen. En gewoon laat het lekker gaan en kijk wel waar het strandt. Juist. En, stel me dat hij toch ergens stiekem wil weten, oké, hoe kan ik seks met hebben zonder dat het gaat zeer over een relatie. Je kan altijd je speech afsteken met... Wat we hebben is zo leuk en ik wil er geen labeltje op plakken en laat het niet te veel druk op zetten. Ja. En bindingsangst, dat werkt altijd, toch? Uit de relatie, ik heb bindingsangst, gooi ze allemaal in. Duidelijk. Tim, dankjewel. Was weer gezellig. Yes, en ik ga je volgende week weer bellen voor weer twee nieuwe vragen. Helemaal goed. Later, jongen. Hoi, hoi.